KBS Investment, initiatiefnemer van dit bouwplan in Puttershoek. KBS heeft een bouwplan ingediend bij de gemeente op een heel historische plek aan de Arend van Lierstraat en de Pieter Repelaarstraat. De Arend van Lierstraat, waar aannemersbedrijf Jongekrijg is of was gevestigd, landbouwbedrijf Kruidhof, wat nog steeds actief is, en het gelijknamige tuincentrum Kruidhof aan de Pieter Repelaarstraat. Allen gevestigd op een historische plek aan de rand van Puttershoek. En juist op die plek wordt er nu een nieuwbouwplan gerealiseerd, die de naam heeft gekregen Wonen in Kruidhof. En dan is van die T een D gemaakt. En dat hebben we bewust gedaan. Kruidhof, wat ziet op een hof, een groene hof, aan de rand van Puttershoek, waar het goed wonen wordt. Woneninkruidhof.nl met een D is inmiddels gelanceerd. Dit bouwplan wordt gerealiseerd op een prachtige plek. Aan de rand van het centrum, net onderaan de dijk met de rivier de Oude Maas. Puttershoek hebben we leren kennen als een bruisend dorp wat gelegen is in de gemeente Hoekse Waard. Een gemeente waar heel veel gebeurt. De gemeente Hoekse Waard groeit en dit bouwplan voorziet dan ook in een ruime behoefte. Want er is grote vraag. Er is grote vraag naar nieuwbouwwoningen. Grondgebonden, maar ook appartementen. En KBS Investment realiseert dan ook binnen dit bouwplan 58 woningen waarvan we zouden kunnen zeggen voor elk wat wils. Het plan Kruidhof hebben we eigenlijk ontwikkeld met het idee om in het midden van dit gebied een hof te maken. En we hebben dat het Kruidhof met een D genoemd, een knipoog naar de huidige loods die hier staat van de familie Kruidhof. Het idee is dat de wijk straks verbinding vormt tussen het centrum van Puttershoek met de waterkant, de Oude Maas. Er komt een langzaam verkeersroute, dus voor voetgangers en fietsers dwars door het gebied heen. En in het midden van de wijk dus een hofje, een groen gebied. Daaromheen hebben we alle woningen gepositioneerd. En de woningen aan de randen van het gebied reageren eigenlijk op de bestaande bebouwing die om het plangebied heen ligt. Daarmee hebben we ervoor gezorgd dat het passend binnen Puttershoek is. Wat ik van dit mooie nieuwbouwproject vind, ik vind dat er een enorme kwaliteitsslag gemaakt wordt aan de Arend van Lierstraat. Doordat er een mooi nieuwbouwproject komt wat passend is in deze omgeving. Wat ook een mooie verbinding vormt tussen het centrum van het dorp en ook de dijk. En met de dijk ook met de waterkant. Bovendien worden er een aantal mooie woningen gerealiseerd in verschillende typen. Dus we hebben woningen voor verschillende doelgroepen, jongeren, senioren, maar ook gezinnen, huishoudens. Dus een schitterend project. Of je nu wilt huren of kopen, of je nu beneden of boven wil wonen, het is binnen dit bouwplan mogelijk. Een eensgezinswoning, een 201 kapwoning, een benedenwoning, een bovenwoning of zelfs een boerderijwoning, maar ook een luxe appartement met lift, wordt straks binnen dit bouwplan gerealiseerd. Je kunt het straks allemaal vinden binnen Wonen in Kruidhof. Het streven is om de eerste paal te slaan op 1 maart 2022. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, laat het ons weten. Via woneninkruidhof.nl kunt u ons bereiken. Alvast dank voor uw inbreng en zo maken wij met elkaar Puttershoek mooi en de Hoekse Waard groter. Kom wonen in Kruidhof.